TBN, Prime Alert, die had er een vraaggesprek met VHP-parlementariër Krishna Mathura. Ze is er wederom gekozen in het kiesdistrict Paramaribo. Echter, met welke cijfers, dat is er nog niet allemaal bekend vanwege het feit dat de tellingen bij hoofdstembureau Paramaribo er nog plaatsvinden. Maar bekend is wel dat er nog een termijn is weggelegd voor Krishna Mathura, dan wel nu als coalitielid. We spraken met haar hierover en andere politieke ontwikkelingen in Suriname. Ook meegenomen de ontwikkelingen rond COVID-19. Het interview is vastgelegd door Raj Mahango. Krishna Mathura van de VHP. Vandaag is de 8e dag na de verkiezingen. Weet u met hoeveel stemmen u binnen bent, mevrouw Mathura, nu zoveel dagen verder? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik weet het nog niet. De officiële cijfers hebben we niet gehad. Er wordt nog steeds geteld in het hoofdstembureau. Wat ze allemaal tellen, dat snap ik niet. Want de telling heeft in mijn perceptie al plaatsgevonden op de stembureaus. Daar hebben ze tot 4 tot 5 keren sommige stembureaus geteld. En ze hebben een procesverbaal opgemaakt. En die procesverbaal zijn ingeleverd in het hoofdstembureau. De taak van het hoofdstembureau en de verantwoordelijkheid die het hoofdstembureau had onder leiding van de heer Nerkus was om te controleren bij binnenkomst van alle papieren in orde, dat die processenverbaal in orde, de biljetten in orde, alles werd gecontroleerd en dan werd het ontvangen. Dus vanaf dat moment van overdracht is het een verantwoordelijkheid van het hoofdstembureau om te zorgen dat alle PV's er zijn, dat alle biljetten er zijn en dat die zaken niet vervalst werden, niet weggehaald worden en dat het correct is en dat het onder toezicht is. En als tussen het proces van afgifte en nu dingen mis zijn of verkeerd zijn, dan is het een complete verantwoordelijkheid van het hoofdstembureau onder leiding van de heer Nerkust. En is er enig zicht nu 8 dagen verder waarom het nog allemaal zo lang duurt, mevrouw Mathura? Nee, helemaal geen zicht. Allerlei drogredenen. Van ja, dan zijn mensen moe, dan is dit niet in orde, dan klopt de telling niet. Maar dat had bij de binnenkomst al moeten worden gecontroleerd, zodat men direct kon checken met het team en ja, in orde kon maken. En wat er ook was, wat ik heel niet snap, is dat al die eerdere verkiezingen, het moment dat het stembureau geteld is, dat het resultaat meteen ging naar de media. Waardoor de media, en niet alleen de media, maar ook heel veel deskundigen die verkiezingen volgen, commentatoren, weet je, die verkiezingen volgen en live updates geven en ook zetels kunnen berekenen en zetels kunnen tellen, dat ze dat meteen aan de slag gingen. En eigenlijk in de ochtend, of kort een paar uren daarna, dan werd eigenlijk al bekend van op basis van de PV's, want dit is het resultaat. En ja, iedereen wist dan. En dan wat je hebt is dat het volk heeft gesproken. Dat je dat het volk je neerlegt bij de wil van het volk. Nu heeft men geweigerd dit aan de media te geven. En de vraag is van waarom schuwt men transparantie? In de afgelopen regeerperiode hebben we gezien dat transparantie bijna een scheldwoord is, scheldwoord was voor de regering. En nog steeds zien we dat terug in het heel in de hele verkiezingsorganisatie. En ook in het proces van het bekendmaken van de resultaten. Dus dat is niet goed. Nee. Hoe kijkt u aan tegen een hertelling in Paramaribo, zoals de voorzitter van de NDP dat wenst? Nou, er is geen sprake van een hertelling. Ik bedoel, er moeten gegronde redenen aangegeven die gestoeld zijn op de wet. En de enige gegronde reden in de wet is als de PV's, dus in de processenverbaal die ingeleverd zijn, onduidelijkheden zijn, et cetera. Maar dat is tot nu toe niet aangegeven. Nee. Dus wat mij betreft hoeft er helemaal geen hertelling, en dat heeft ook het OKB gezegd, hoeft geen hertelling plaats te vinden. Ja. We merken uit een persbericht dat ook de OAS zich nu afvraagt waarom het allemaal zo lang duurt. En in de gemeenschap is er de vraag, mevrouw Mathura, zijn er instituten die dan druk kunnen uitoefenen op hoofdstembureau Paramaribo om de resultaten toch zo gauw mogelijk kenbaar te maken? Nou, de media, de internationale waarnemers, de lokale waarnemers, de politieke partijen, de hele samenleving die
gestemd heeft en die wil dat hun wil, geaccepteerd wordt en dat hun wil geldt eigenlijk. Zoals de grondwet dat ook voorschrijft, die druk, oefent al genoeg druk uit. Je ziet dat men eigenlijk niet wil meewerken, denkt van ja, ik laat me niet leiden door die druk. Maar het is korte termijn, het is een kwestie van tijd. Uiteindelijk gaat de wil van het volk zegevieren en gaat alle andere mensen die druk uitoefenen zegevieren. Kijk, die dingen zijn al openbaar, de PV's zijn openbaar. Dus ja, hoeveel je ook tegenspartelt. Je als democraat moet men zich neerleggen. En ik weet dat de regering die aan de macht is, een nationale, zich noemt Nationale Democratische Partij. En nu moet die democratie tot uiting komen in die hele verkiezingen. En als we hebben het hele regeerperiode gezien dat het niet echte democraten waren, want heel veel processen zijn niet echt democratisch verlopen, zeker in de DNA. Maar nu, laat men blijken, laat men laten zien dat ze inderdaad een nationale democratische partij zijn. En dat ze sportief zijn. En dat ze zich kunnen neerleggen bij de wil van het volk. Want dat vragen we. We zijn politici en politici moeten zich buigen voor de wil van het volk. Het geldt voor mij, het geldt voor elk ander. Maar politici moeten zich ook alleen dienstbaar stellen aan de wil van het volk. En dat moet nu ook gebeuren. Dus ik verwacht dat ze sportief zijn en dat ze zich neerleggen. En nu met toename van aantal COVID-cases in Suriname, mevrouw Matura, en de nieuwe stringente maatregelen die er nu zijn getroffen, bijvoorbeeld de samenscholing is teruggebracht naar 5, zal dat zaken gaan vertragen, zoals dat bij hoofdstembureau Paramaribo en straks ook richting van formeren van de regering? Kijk, COVID-19 is een zorgpunt. We waren COVID-vrij in Suriname. Je ziet dat de grenzen niet voldoende mate bewaakt zijn geworden. Zeker de Marowijnenrivier. Ik weet niet in welke mate de Corantijnrivier ook niet in voldoende mate bewaakt is geworden. En je ziet dat gevallen zich toch weer in Suriname hebben kunnen begeven. Dus personen met COVID. En dat heeft spreiding gehad. Ook de regels. Toen men hoorde van we hebben geen nationale COVID-gevallen, zijn mensen ook een beetje losser gaan worden, een beetje minder stringent gelet op de regels. En we zien het resultaat nu. En het is heel belangrijk dat men weer de regels in acht neemt en compleet afstand houdt en elk contact vermijdt. Totdat men zeker weet dat je COVID-vrij bent, waardoor je niet het kan verspreiden als je besmet bent. En dat geldt voor elk een. En natuurlijk moet de regering dat afdwingen, die maatregelen van social distantie creëren, samenscholingen, openbare vermakelijkheden. Al die dingen moeten weer in place, die stringente maatregelen moeten weer gaan worden afgekondigd, zodat die COVID verder niet verspreidt en dat de schade minder wordt en dat we geen mensenlevens verliezen. Natuurlijk zal het impact hebben. Impact in die zin van, ik vind juist dat door de vertraging in NIS ruimte is gecreëerd om, weet je, veel mensen, want mensen maakten zich zorgen, mensen zeiden, als het hoofdstembureau efficiënt was geweest, snel had afgehandeld, dan had het niet zo ver hoeven te krijgen. Dat was daar ook geen bron van, weet je, verdere verspreiding. Dus ik doe een beroep en ik hoop dat men dat snapt en dat men snel de informatie bekend maakt. Het formeren van de regering hoeft niet een vertraging te zijn door de dingen, want we kunnen ook simpel dingen doen. We hoeven niet een grote festijn ervan te maken en dingen. Nee, de transitie van de macht en de overgang van deze regering naar een nieuwe regering, hoop ik dat het kan snel en efficiënt en met COVID-maatregelen. Het hoeft niet vertragend te werken. Het kan met inachtneming van alle hygiëneregels. Kijk, we hebben ook in het parlement vergaderd in de afgelopen periode. Ook met COVID. En we hebben wel de regels in acht genomen. Ja.
En mevrouw Matura, over het parlement gesproken en over de regering. We zien dat voor wat COVID-19 toch aangaat, men schuld toch schuift richting de nu oppositionele partijen. Dus ik bedoel de partijen die nu als winnaars uit de bus zijn gekomen, dat jullie steeds erachter hebben gestaan dat zo snel mogelijk de verkiezingen moeten komen. Is dat zo, dat jullie dat het schuld werkelijk geschoven kan worden naar partijen als de ABOP, de VHP, de NPS en de PL? Kijk, weet je, deze regering heeft er, dat is de trend, de benchmark van deze regering om de schuld te schuiven aan Omni. Weet je, ze gaan altijd huilen van, ik ben het niet, jij bent het. En verantwoordelijkheid afschuiven. De VHP schuift geen enkele verantwoordelijkheid af van ze. De VHP en wij zijn een partij die verantwoordelijkheid durft nemen. En ervoor 100% gaat. En wij hebben, en wat ik nu kan zeggen is, dit is een proces van democratie, verankerd in de grondwet. Suriname is niet het enige land dat in een COVID-tijdperk verkiezingen heeft georganiseerd en verkiezingen uitslag ook snel bekend is gemaakt. Het is echt niet een unicum. Het is echt niet het enige land. Er zijn zoveel landen die dat hebben gedaan. Dus ook hier, verkiezing heeft we hebben mensen gehad die in de rij stonden en die dingen. Maar dat heeft de situatie niet verspreid. Als je afstand neemt en de COVID-regels in acht neemt, dan hoeft dat niet te gebeuren. Ik vind juist dat de regering meer voorlichting had moeten geven op de dag van de verkiezingen en hoe er gestemd moest worden en hoe de rijen gevormd moesten worden en dat men meer toezicht had moeten houden daarop. Maar goed, het is geen tijd om verwijten te maken. Het is tijd nu om verantwoordelijkheid te nemen en zaken op te pakken. En ik zeg van laat men de resultaten snel bekendmaken en laat de nieuwe regering in het bestuur komen, verantwoordelijke leiders, en laat men die verantwoordelijkheid ook oppakken en ook verantwoordelijkheid in het kader van COVID-19, dat we blijven die samenleving informeren en blijven erop hameren hoe belangrijk het is om de veiligheid van jezelf en van je omgeving in acht te nemen en dat men daarmee rekening houdt. Mochten wij mevrouw Krishna Matura terugzien in het parlement, welke Krishna Matura zullen we dan nu zien, mede gelet op het feit dat u niet langer meer zal zitten in de coalitie, in de oppositiebanken, maar in de coalitiebanken en uw partij deel zal uitmaken van de regering, mevrouw Matura? Weet je, Krishna Matura heeft zich altijd ingezet voor een goed bestuur. Voor een land, ik zie een Suriname waarin perspectieven gecreëerd worden voor mensen, waar er economische stabiliteit zijn, waar vrouwen elke functie kunnen vervullen zonder bang te zijn voor waar hun kinderen is en wat er gebeurt in thuisfront. Suriname waar investeerders bereid zijn en met plezier komen investeren. Een Suriname waar we in harmonie leven en in eenheid leven. Zoals we mekaars eten, zo moeten we ook elkaar respecteren en begrip hebben en bijdragen aan een sterk en beter Suriname. En dat kan alleen met integere leiders en goed bestuur. En daar zal ik nog steeds kritisch over zijn, zeer kritisch over zijn, van welke regering ook komt, dat je kritisch bent, dat je goed bestuur bent, dat je mensen betrekt, dat je samen dingen doet. Twee, dat je transparant bent en dat je verantwoording legt over elk cent dat je van het volk gebruikt. En dat je die dingen doet die in het belang zijn van die hele Surinaamse samenleving. Dat Surinamers in plaats van achteruit te gaan, vooruit kunnen komen. Dat is die Krishna Matura, dat is mijn visie over Suriname. En dat is ook hoe ik in de afgelopen periode mijn parlementaire werk heb gedaan. Daar waar wetten in het belang waren van de Surinaamse samenleving, heb ik meegewerkt, heb ik goedgekeurd. Daar waar het niet in het belang was, heb ik mijn stem laten horen. Ik heb kritische vragen gesteld over verantwoording van middelen, over transparantie. Ik heb op bijna 80% van mijn vragen geen antwoord gehad. Dat geldt voor elke regering die daar gaat komen. Hetzelfde.
Zelfde visie. Mevrouw Matura, maar wist u dat u zo populair was? Want men heeft landelijk veel stemmen op u gebracht, uitgebracht. Nee, ik wist het niet, maar ik hoorde wel waar ik ook ging. Weet je, mensen kenden me van de tv en mensen waren blij me te zien. En daar waar ze niet er waren, heb ik gesprekken gevoerd en mensen overtuigd. Want dat is campagne. Laat me echt iedereen uit de grond van mijn hart dank zeggen. Voor alle support, voor alle ondersteuning die ik heb gehad in de afgelopen periode. Het heeft me ook gesterkt. Het heeft me energie gegeven om nog harder mijn best te doen. Echt, het heeft... Ik ben eigenlijk ontroerd door de liefde van mensen, door de ondersteuning van mensen. En ik wil ze echt bedanken. En ik wil ze zeggen van, ik zal mijn werk blijven doen voor Suriname. Dus uw overstap vanuit Wanica naar Paramaribo, dat is in feite toch wel een goede geweest? Ja, ik heb het gedaan en ik ben blij dat ik dat heb gedaan. Daar ben ik blij. En ik zal me ook inzetten, keihard. Voor heel Suriname, maar waar het ook is, welk district. We zijn gelijkwaardig als Surinamers. En mijn visie is dat iedereen kansen verdient in dit land. En dat we als politici moeten opkomen voor elk een. Waar ze ook zijn, wie ze ook zijn, van waar ze ook komen. Wij moeten een luisterend oor hebben voor het volk van Suriname. En we moeten binnen ons vermogen... Binnen de mogelijkheden die we hebben, kijken van wat we kunnen doen voor collega's Surinamers om ze van dienst te zijn. Ik merk dat u een beetje emotioneel wordt. Ja, het is de liefde en ondersteuning die ik voel. En het ontroert me ook altijd. En nu ook. Ja, ik ben heel dankbaar. Ik ben heel dankbaar. Ik dank ook de Almachtige. Voor alle kracht die hij me heeft gegeven en de ondersteuning en support. En dat wil ik delen eigenlijk met die hele samenleving. Want we kunnen niks in dit leven zonder ondersteuning van de Almachtige. Dus ik ben hem dankbaar, heel dankbaar. Maar ik ben het volk dankbaar. Een politici bestaat met de steun van mensen. En ik zou hier niet kunnen staan. Ik zou in het parlement mijn werk niet kunnen doen. En ik zou... ik weet niet wat het resultaat is, precies het resultaat, maar ik zou het niet kunnen neerleggen zonder de ondersteuning van mensen. Dus het is dankzij de mensen en we moeten dat nooit vergeten als politici. Nooit, nooit, nooit vergeten. De afstand tussen het volk en een politicus mag niet groot worden. We mogen niet naast ons schoenen lopen. We moeten net zo humble zijn als de mensen en we moeten elke keer terug kunnen gaan naar de mensen. Wat het ook is, we moeten terug kunnen gaan. Dank u wel. Graag gedaan.